U weet vast al wel dat Almelo een klimaatburgemeester heeft. Willem Dijkema heet hij en hij beschouwt het Natuurhuis als het gemeentehuis van het klimaat in Almelo. En daar werd hij ook geïnstalleerd. Het grote moment is daar. Een beetje burgemeester zonder ketting is geen burgemeester. Ja, ik laat mij helemaal verrassen. Er is hier de hele week hard gewerkt door een flinke groep, moet ik zeggen. Ja, dat kun je niet bedenken. Maar ik wil hem graag even aan het volk tonen. Kijk eens even aan. Oh. Dan hoop ik dat het hoog. Dan hoop ik dat hij groot genoeg is. Ja. Mijn hoofd is niet zo groot. Nee, wel lang, maar niet zo breed. Kijk eens aan. Wacht. Hoe bijzonder is dat? Dat je het zelf mag dragen. En dat je meer door deze ketting nog veel mag bereiken. Zal ik zeker proberen. Kun je nog misschien iets vertellen aan ons over het programma van de afgelopen week? Ik heb schapen gehoed. Dat is mijn hobby, mijn vrijwilligerswerk. Ja. Hier en daar wat telefoontjes gepleegd. En ik heb onder andere een afspraak nu met de Rabobank. Ik ben er nog niet op het dak geweest, maar de Rabobank is een groene bank, zeggen ze. En die hebben een mooi kantoor, maar er liggen geen zonnepanelen op. En de jongen die ik daar aan de lijn heb gehad, die zegt van wat fijn, want ik wil dat ook al, maar het gebouw is van iemand anders, van een of andere Rabo vastgoedclub en die doen dat niet. Maar ik ga jou misbruiken als dat mag, ik zeg graag. Dus we hebben binnenkort een afspraak en we gaan proberen om daar die zonnepanelen te realiseren. Ik heb met Monique, de wethouder, ook al even gesproken. Ondanks zeer drukke agenda gaan we binnenkort ook even op het dak van het Almeloze gemeentehuis. En dan gaan we daar ook eens even naar beneden kijken. Waar van alles. 19e verdieping. En dan gaan we eens even kijken wat daar allemaal zichtbaar is. Waar nog wat kan gebeuren. Ja. Maar dan zeg ik bij, en dat vind ik een kritische opmerking. Ik vind zonnepanelen een verschrikkelijk goed idee. Maar ik vind het de pleister op de wonden. Want de wond blijft etteren. Ondanks panelen. Dus we moeten meer doen. We moeten onder de panelen kijken. Wat we daar gaan doen.